1, 2, 3, 4. Ze zijn er toch echt. Koe Hilda in haren is deze week bevallen van een vierling. Drie stiertjes en een koe. Een unieke gebeurtenis, want de kans dat dit gebeurt is 1 op de 11 miljoen. Het gaat, ik moet natuurlijk voorzichtig zijn met mijn woorden, maar tot nu toe gaat het heel goed. Eerlijk wel, het gaat bijzonder goed. Aan de moeder die gedraagt zich als een moeder. Heel zorgzaam, heel beschermend. En het is gewoon geweldig. Piet Mulders is de eigenaar van de koeien. Hij heeft het eerste kalfje zelf ter wereld gebracht. Toen hij voelde dat er nog eentje in zat, belde hij de dierenarts. De tweede was hartstikke goed. Ten de derde komt de wereld. En die gaf helemaal geen teken van leven. En nogmaals, dankzij de dierenarts, had je hem tot leven kunnen wekken. En uh, we stonden zo gezellig met z'n tweeën te praten. Toen zegt hij tegen mij, Piet, zit een schaap heeft twee spenen, maar kan ook vier lammetjes krijgen. Een koe heeft vier spenen.' Waarom zou die geen vier kalfjes kunnen krijgen? Ik zei: Nou, Marcel, zeg drie, is al goed. Ze leven alle drie, ik vind het best. Ik ga even nog controleren, zit hij. En op een gegeven moment zegt hij: Ja, Piet, er komt een vierde aan. Met het vierde kalfje was het ook kantjeboord. Met onder meer een hartmassage werd hij toch gered. In Cuba beviel vorig jaar ook een koe van een vierling. Dat werd toen wereldnieuws. Verwacht Mulders hetzelfde? Ja, ik, ik weet het niet. Uh, vandaag een dag met de internet en zo. Het zal best wel uh, de nodige ronde doen. Het zal zich wel uitbreiden als een olievlek. Ja, nou we zien wel wat er van komt. De kalfjes heten Patricia, Sam, Tom en Bob. Mijn vrouw en ik zijn in het rijkelijke bezit van vier kleinkinderen. En we hebben één kleindochter en drie kleinzonen. Nou, en zo hebben wij de kalfjes genoemd.